In deze video gaan we kijken naar Black Friday en Cyber Monday. En eigenlijk alle dagen ertussenin of er vooraf zelfs tegenwoordig. Want het is echt feestdagen die steeds populairder worden. Ook hier in Nederland, want sinds afgelopen weekend hoor je het op de radio, zie je het op tv en krijg je enorm veel folders binnen met allemaal aanbiedingen van elke winkel heeft eigenlijk wel iets met Black Friday. Maar dat betekent wel dat we goed op moeten letten, ons goed moeten voorbereiden eigenlijk op al deze informatie, op deze aanbiedingen. Want er zitten ook veel aanbiedingen bij die veel minder interessant zijn als dat ze voordoen komen. Nou, al die informatie, tips, trucs, aandachtspunten waar je op moet letten en hoe je je eigen kunt voorbereiden op deze dagen, krijg je in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud. Vind je dit nou een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Dat helpt erg veel op YouTube. Krijgen meer mensen te zien, dus meer mensen kunnen voordeel halen uit deze tips die ik in deze video ga geven. En wil je nou meer video's zien over dit soort onderwerpen, klik dan even hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje dat je nooit meer een video mist. Maar dan gaan we nu dus beginnen aan de video over Black Friday en Cyber Monday. En zoals gezegd wordt het steeds populairder. Van de week was er nog een nieuwsbericht dat het zoekvolume via Google dit jaar al 30% hoger lag ten opzichte van vorig jaar. Dus ook elke winkel wil er eigenlijk aan meedoen. En niet alleen winkels willen hiervan profiteren, natuurlijk klanten willen er ook van profiteren. Misschien stel jij je aankoop al een tijdje uit en wacht je op een goede aanbieding. Maar juist door deze overvloed aan aanbiedingen en ook aanbiedingen die veel mooier voorkomen dan als ze echt zijn, moet je heel erg goed opletten, moet je je eigen goed voorbereiden. En in deze video wil ik dat dan ook gaan behandelen. Maar voordat we gaan beginnen, alle links en informatie die ik in deze video behandel, zal ik trouwens onder deze video plaatsen, zodat je makkelijk kunt klikken naar verschillende websites. Ook een link naar bol.com zal ik daar plaatsen. Dus mocht je nou iets gaan bestellen via bol.com, doe dat dan alsjeblieft via die link. Ik krijg een kleine vergoeding daarvoor. Het kost jou niks extra's, maar je helpt op die manier wel het kanaal. En kan ik dus meer van dit soort video's maken. Maar laten we niet langer wachten en gaan kijken naar het eerste punt. En dat is voorbereiding. Want zoals gezegd krijg je tijdens deze dagen heel erg veel informatie. Heel veel folders, heel veel radiocommercials, tv-commercials met allemaal aanbiedingen. En de ene aanbieding lijkt nog mooier dan de andere. En je voelt ook een beetje een tijdsdruk, want je denkt het is alleen geldig op een bepaalde dag. Tijdens deze dagen, zonder er al te lang over na te denken, wil je snel profiteren van die aanbieding. Maar ja, dan moet je eigenlijk wel weten of het een goede aanbieding is. Juist daarom is het belangrijk om nu eigenlijk al op te schrijven wat je nou echt wilt. Zijn het bepaalde dingen waar je al een tijdje naar uitkijkt, maar waar de prijs nog niet goed van was? Of zijn er misschien dingen in huis die misschien binnenkort aan vervanging toe zijn, dat je misschien nu al kunt profiteren als er een goede deal komt? Schrijf dat soort dingen op. Kan bijvoorbeeld een Xbox zijn, een waterkoker, koffiezetapparaat, weet ik allemaal wat. Maak gewoon een overzichtje en schrijf ook de prijs erbij van dit moment. En dan ook liefst van nog verschillende websites of verschillende winkels, zodat je een beetje een idee krijgt wat de normale gangbare prijs is. Zodat je naderhand, wanneer de aanbiedingen bekend worden, je snel kunt inschatten of die prijs die ze in de aanbieding laten zien nou echt wel zo interessant is voor jou. Een tweede punt wat je kunt doen zijn dingen die je wilt vervangen of wilt gaan verlengen. En dan vooral dus bepaalde diensten of producten of services die je hebt. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op je bankafschrift. Of misschien heb je wel verschillende contracten die je bijhoudt. Denk je bij aan telefonie, internet, tv, dat soort dingen. Zijn vaak producten die je al hebt, maar ook waar tijdens deze dagen vaak wel aanbiedingen van zijn. Nou, als er producten zijn die je al hebt, waarom zou je dan niet profiteren van de aanbiedingen die er zijn? Dus schrijf dat soort dingen op, ook wederom, zodat je later makkelijk en snel kunt zien van, zijn het interessante aanbiedingen voor mij? En kan ik eventueel een product, dus wat ik al heb, of een dienst verlengen? Zorg ook juist dat je goed bewust bent van alle prijzen, ben prijsbewust. Zoals je misschien ook wel weer deze week hebt gezien, de Consumentenbond doet er eigenlijk elk jaar wel onderzoek naar, dat ik noem maar iets een Weekamp of een Mediamarkt in de weken naar Black Friday toe langzaamaan de prijs omhoog schroeft. Meestal gaan ze uit van adviesprijzen, maar die worden toch al nooit gehaald. En gedurende die tijd, noemen ze maar iets, gaat het van €120 voor een product naar €150. En dan net voor die dagen van Black Friday of met Black Friday verlagen ze het in één keer weer terug naar €120. En zeggen ze nu 30% goedkoper of €30 goedkoper. Dat is dus eigenlijk niet echt een aanbieding als je van tevoren de prijs langzaamaan verhoogt. Dus juist door het al op tijd op te schrijven en bij te houden, kun je dat zien hoe de prijs zich ontwikkelt. Ben je daar nou te laat voor? Er zijn ook verschillende websites voor. Bijvoorbeeld als je naar elektronica gaat kijken, dan kun je naar de Pricewatch van Tweakers. Een linkje zal ik plaatsen onder deze video zoals gezegd. Zodat je ook kunt zien van wat was nou de prijs al 2 maanden geleden. En schroeven ze hem niet langzaamaan een beetje omhoog om het een aanbieding te laten lijken. En het laatste punt van je voorbereiding is eigenlijk om te zorgen dat je wat vrije tijd plant. Tijd om eventueel te shoppen op die dagen, op vrijdag, zaterdag, zondag, zelfs misschien nog wel maandag. Aan de ene kant om fysiek naar de winkels toe te gaan, omdat daar ooit andere aanbiedingen zijn dan online.
of om online gebruik te maken, omdat een bepaalde aanbieding bijvoorbeeld pas om 12 uur 's nachts ingaat. Dan moet je wel zorgen dat je op dat moment kunt bestellen. Zeker omdat bij dat soort aanbiedingen vaak geld op is op. Dus zorg dat je de tijd hebt ook om op te shoppen en gebruik te kunnen maken van ja, aanbiedingen die er dus echt wel zijn. Maar hou dus ook tijd vrij, vooral op die vrijdag en die maandag, om eventueel te gaan bellen. Bijvoorbeeld bij die abonnementen van Ziggo, KPN of dat soort dingen. Ja, dan moet je echt naar de klantenservice bellen. Dat zullen natuurlijk meer mensen doen. Vaak zul je zien dat het niet geldt voor bestaande klanten. Dus je bent best wel wat tijd kwijt. Misschien wel een half uur, misschien wel een uur. Je kunt wel voordeel halen. Dus zorg dat je die tijd hebt. Want een uurtje aan de telefoon kan best wel eens een paar honderd euro besparen. En dan zie je dat je eigenlijk van tevoren al best wel veel tijd kunt besteden aan dit soort dingen. Dus doe het dan ook alleen aan de producten die je echt wilt, want anders verdoe je eigenlijk je tijd. En dan komt het moment dat eindelijk de aanbiedingen misschien wel bekend worden. Sommige folders heb je al gehad, kun je natuurlijk zien. Maar bij heel veel dingen komt er pas vaak de dag zelf de aanbieding naar voren. En dan is het natuurlijk makkelijk dat je die voorbereiding hebt gedaan. Dat je bewust bent van de prijzen die van tevoren gelden, om snel in te kunnen schatten of die aanbieding op dat moment echt een goede aanbieding is voor jou. En let dan ook vooral op wanneer ze geldig zijn. Sommige aanbiedingen zijn alleen op een bepaalde dag geldig, terwijl andere aanbiedingen op vrijdag ingaan en tot en met maandag gelden, tot en met Cyber Monday. Dus ja, afhankelijk van hoe de aanbieding is, maak er dan gebruik van. Zorg natuurlijk dat je de eerste aanbieding eerst kiest en dan aan de hand de aanbiedingen doet die toch al 4 dagen geldig zijn, of abonnementen of dat soort dingen. Maar ben in ieder geval bewust dat je een goede planning maakt zodra je alle informatie hebt. Het meeste voordeel kun je dan denk ik weer halen bij diensten of abonnementen. Zoals gezegd, producten of diensten dus die je eigenlijk op dit moment toch al gebruikt. Dus waarom zou je ze, als je ze toch al gebruikt en je bent er tevreden over, niet gebruik maken van een aanbieding? Zeker bij abonnementen dus. Laten we weer als voorbeeld nemen tv en internet bijvoorbeeld. Ja, dat zijn vaak abonnementsvormen. Zit je een tijdje aan een contract vast? Misschien ben je op dit moment wel vrij om te gaan verlengen. Bel dan ook zeker op. Ook dat heb ik bijvoorbeeld vorig jaar gedaan met KPN. Ik had toen geen contract meer, geloof ik. Ik heb gebeld. Dan zeggen ze natuurlijk van ja, dit geldt alleen voor nieuwe klanten. Want het kost heel veel geld om nieuwe klanten binnen te halen. En ze willen natuurlijk klanten die ze al hebben, ja, willen ze wel behouden. Maar die willen ze dan niet die aanbieding geven. Nou, dan moet je gewoon zo zeggen van, dan ben ik eventueel bereid om over te stappen. Dus zorg dat je ook op de hoogte bent van andere aanbieders, van de concurrenten. In dit geval bijvoorbeeld Ziggo. Ik had gezegd, ja, Ziggo heeft ook een aanbieding. Noem maar iets, 40 euro in de maand. Dan stap ik wel over. Vaak proberen ze dan nog van alles. Maar dan moet je zeggen, nou, dan verbind me maar door met de afdeling om het op te zeggen. Vaak zul je zien dat ze dan toch wel die aanbieding aan jou willen geven. Zeker omdat bij dit soort abonnementen eigenlijk de kosten heel laag zijn van de abonnementen. Ze hebben best wel veel marge op dit soort producten. En zoals gezegd, nieuwe klanten vinden kost vaak heel veel geld. Dus ze willen liever een klant behouden dan dat ze heel veel geld moeten uitgeven aan verschillende advertenties. En ze weten vaak ook al wat voor klant je bent. Zeker als je elke maand op tijd betaalt, zullen er heel makkelijk over doen. En kun je dus als bestaande klant vaak toch profiteren van dit soort aanbiedingen die eigenlijk alleen voor nieuwe klanten bedoeld zijn. En zoals gezegd, dat heb ik dus vorig jaar bij KPN gedaan. Geloof ik hadden ze toen 9 maanden een bepaalde korting. Nou, daar heb ik toch gebruik van kunnen maken. Ik schat iets meer dan 200 euro bespaard op die manier. En het mooie daarvan is, ik had een jaarcontract, dus dit jaar rond Black Friday ben ik er weer van verlost. Kan ik weer opnieuw gaan bellen als ze een aanbieding hebben. En probeer ik dus weer opnieuw een jaar abonnement af te sluiten, zodat ik volgend jaar weer hetzelfde kan doen tijdens Black Friday of Cyber Monday. En dan kan het ondanks je voorbereiding natuurlijk toch voorkomen dat je bepaalde aanbiedingen ziet waar je niet aan had gedacht. Maar nu je in één keer die aanbieding ziet, denk je van, oh, dit product, dit moet ik hebben. Nou, dan heb je in één keer tijdsdruk, dus je gaat niet te veel nadenken. Je ziet een adviesprijs staan, een vanafprijs. En nu is het in één keer een stuk lager. Nou, die vanafprijs of adviesprijs, die werd, moet je eigenlijk niet te veel op letten. Die hebben ze toch al nooit gehanteerd. Dus het is juist belangrijk om dan misschien wel bij concurrenten te gaan kijken. Kijk bij verschillende winkels wat voor prijzen zij hanteren. Is het wel echt een aanbieding? Maak bij elektronica, zoals gezegd, dus gebruik van bijvoorbeeld de Pricewatch van Tweakers. Dat je snel kunt zien wat de prijs de laatste tijd heeft gedaan. En als het dan toch blijkt dat er in één keer heel veel korting is, dan kun je je eigen afvragen waarom dat is. Maken ze heel erg hoge marges en kunnen ze makkelijk dit soort kortingen geven? Of zit er misschien dan nog wel meer in? Of kun je je afvragen van, is dit misschien een verouderd model? Is er een nieuwe model met betere specificaties, een verbeterde versie? En willen ze dus misschien wel van oude voorraad af tegen een bepaalde korting? Dat zul je ook vaak zien, dat er vaak wel goede aanbiedingen tussen zitten, maar ook heel veel oude voorraad willen ze kwijt. Ja, dat zijn dit juist de uitgelezen momenten voor, omdat mensen, niet jij waarschijnlijk, want jij bereidt je voor op Black Friday, maar snel een beslissing maken en in één keer zien dat een tv 50% korting heeft, terwijl er eigenlijk alweer een 1 of misschien zelfs wel 2 nieuwere modellen zijn die je eigenlijk misschien wel liever op gehad. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je tevreden bent met de specificaties van dat product. Dat het iets ouder is, maar nog steeds goed is voor wat waar jij het voor wilt gebruiken. Ja, dan is natuurlijk zo'n hoge aanbieding alleen maar mooi meegenomen.
En een heel erg interessante categorie zijn digitale producten. Dit komt natuurlijk door de lage kosten van elk product wat je extra maakt, want eigenlijk maak je geen product. Voorbeelden zijn dus bijvoorbeeld een e-book, een videocursus of software. Ja, de software, het e-book is al gemaakt, is al geschreven. En of je het nou 100 keer verkoopt of 1000 keer verkoopt, dat is niet 10 keer zoveel werk. Dat is juist maar een heel klein beetje extra werk. Heel erg lage kosten, want meestal heeft het alleen met dataverkeer bijvoorbeeld op een bepaalde website te maken. Dus dat is dan heel erg goedkoop. En dit zijn ook vaak de type producten met goede aanbiedingen. Hoge percentages korting, juist omdat er normaal bijna 100% marge op zit. Denk bijvoorbeeld aan TradingView. Ik gebruik het ook af en toe in video's, dat je analyses kunt maken, technische analyses van bepaalde aandelen, koersen, bitcoin, noem het allemaal op. Grafieken kun je gebruiken. Van die software zul je zien dat het op dit moment tot wel 60 of 70% korting heeft op dit moment. Dus als je het al ooit gebruikt of wilt gaan gebruiken, zijn dit juist die momenten tijdens de feestdagen, tijdens dit soort dagen, om gebruik te maken van dit soort aanbiedingen. Juist, ze kunnen hoge kortingen geven omdat één gebruiker extra bijna niks extra's kost. Dus eigenlijk heb je dan een heel erg goede deal te pakken. Dus kijk vooral bij dit soort digitale producten of je ervan kunt profiteren. En daarmee komen wij het laatste punt van deze video. En dat zijn de aandachtspunten. Een beetje een samenvatting van wat we allemaal hebben gehad. Schrijf het eventueel even op. In ieder geval, begin met bereid je goed voor. Schrijf op welke dingen je graag zou willen hebben. Wat ze op dit moment kosten. Of je eventueel ergens al een aanbieding hebt gezien. Op die manier kun je als andere aanbiedingen nog bekend worden snel inschatten van is het echt een interessante aanbieding voor mij. En ga kijken naar je planning. Zoals gezegd, plan wat vrije tijd in om eventueel te bellen met een bepaalde klantenservice. Of juist om online te shoppen of shoppen in de fysieke winkel. Meestal zullen heel veel aanbiedingen ook om 12 uur ingaan 's nachts. Dus zorg dat je op die momenten, als je specifiek iets wil, in ieder geval de tijd hebt om het te kopen, om iets later te bed te gaan, of ga eerder te bed en zet dan een wekker, allemaal dat soort dingen, om in ieder geval maar voordeel te kunnen halen. Maar het belangrijkste is denk ik, zorg dat je niet verleid wordt door al deze aanbiedingen, door de tijdsdruk die erachter zit, die je ervaart, want zoveel tijdsdruk zit er niet achter. Dat gevoel heb je omdat die aanbiedingen maar één of bepaald aantal dagen geldig zijn, en dan ga je dus niet te lang over nadenken, terwijl je juist dat moet doen. Maar ja, als je goede voorbereiding hebt gehad, dan zal je niet zo snel verleid worden. En juist dus voor goede voorbereiding kun je denk ik het meeste geld besparen. Want dan word je niet verleid om iets te kopen wat je niet echt nodig hebt. Vraag je eigen dat ook altijd af. Is het iets wat ik echt nodig heb? Dat doe ik normaal ook al. Als ik iets wil, probeer het dan een dag uit te stellen. Kijk hoe je die dag erna voelt en probeer het een paar dagen vol te houden. Vaak zul je zien dat je een week later toch niet zoveel noodzaak had om iets te kopen. Nou, dat kun je natuurlijk hier ook op toepassen. Alleen lijkt het dus minder interessant vanwege die tijdsdruk die je eigenlijk voelt. Maar iets wat je niet koopt, daar bespaar je natuurlijk het meeste mee. Want stel je ziet een tv staan van 750 euro die nu voor 500 euro in de aanbieding is. Dan zul je misschien als eerste denken, ik heb 250 euro bespaard als ik dit koop. Maar wat het eigenlijk doet, je geeft 500 euro uit aan iets wat je misschien niet per se nodig had. Waarschijnlijk werkt je tv op dit moment nog en is het gewoon leuk om een nieuwe tv te hebben. Maar dat kost je dus wel 500 euro. Dus je hebt eigenlijk 500 euro meer uitgegeven in plaats van dat je 250 euro hebt bespaard. Maar juist dat laatste willen ze natuurlijk doen laten geloven. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Heb je nou een voorbereiding gedaan en wil je toch bepaalde dingen hebben die je per se nodig hebt? En wil je ze eventueel via bol.com bestellen? Zoals gezegd, ik heb hieronder een link staan. Het kost jou niks extra's. Ik krijg een klein percentage van de verkoop. Daarmee steun je gewoon het kanaal. Dus dat zou heel erg fijn zijn. En kan ik dus video's maken zoals deze ook in de toekomst. Vond je nou een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog. En heb je nog toevoegingen aan deze video? Nog extra tips waardoor mensen extra kunnen besparen? Opmerkingen of vragen, laat dat in ieder geval weten onder deze video in de reacties. En ben je nog steeds aan het kijken, dan is het dus waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, dus over geld verdienen, geld beleggen of geld besparen zoals in deze video. Abonneer je dan hieronder op het kanaal, klik op het bel-icoontje en krijg je weer een melding als ik een nieuwe video online heb. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.